Beste kijkers en luisteraars, welkom bij een andere aflevering van ons programma Davortu. Mag ik u uitnodigen met mij erbiedig te zijn als wij deze overdenking opdragen aan onze God. Dierbare God, hemelse Vader, we danken u Heer dat u met ons bent geweest, dat u Heer onze Leidsman bent en dat u een God bent die altijd met ons is. Wil dus ook met ons zijn, Heer, als wij Uw Woord zullen overdenken vandaag. En mag U tot ons spreken. Dit bidden wij in Uw naam. Amen. Beste kijkers, luisteraars, ons huidige volkslied ontstond eind jaren 50 van de vorige eeuw. Deze jaren worden in Suriname gekenmerkt door het vooruitgangsgeloof. Zaken die toen Ontstonden was dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 was aanvaard. En voor de drie delen van het Koninkrijk der Nederlanden was er een nieuwe rechtsorde ontstaan. Dus Suriname mocht vanaf toen zijn interne aangelegenheden zelfstandig behartigen. Er waren ook verdragsmiddelen beschikbaar. Na de beëindiging van het welvaartsfonds kon Suriname putten uit de middelen beschikbaar gesteld in het kader van het tienjarige plan. We hadden ook de verbroederingspolitiek die geïnitieerd was door Jagannath Lachmon. En deze begon steeds meer vorm te krijgen. En ook hadden we in het kabinet Emmanuels, dat in 1958 aantrad, enkele jonge, dynamische intellectuelen die het nationalisme omarmden. Het is dan ook niet vreemd, beste kijkers en luisteraars, dat in die tijd de nationale symbolen voor Suriname werden ingesteld, waaronder een volkslied. Het eerste couplet begon met de woorden, God zij met ons Suriname. Het lijkt alsof de schrijver van ons volkslied ons als volk er steeds aan wil herinneren dat God met ons is. Het lijkt de echo te zijn van het Bijbels gegeven over God zijn relatie met de mens. De Bijbelschrijver Matthäus geeft dit weer in hoofdstuk 1 vers 23 als hij zegt, Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Ziet u, beste kijkers, dat is de God die we dienen. Hij is altijd daar met ons. Hij is niet zoals het diësme beweert een afstandelijke God die de wereld gemaakt heeft en verder aan zijn lot heeft overgelaten. Het is ook niet zoals het pantheïsme gelooft dat alles goddelijk is en erin alles een God is. Het is verder ook niet zoals het humanisme, welke stelt dat de mens het ultieme is en er geen goddelijke macht daarbuiten is die richting geeft aan het leven. Het is ook niet zoals het relativisme aangeeft dat alles relatief is en afhangt van hoe elk individu zaken ziet of aanvoelt. Al deze moderne of postmoderne opvattingen schieten ernstig tekort, aangezien ze geen van allen antwoord kunnen geven op de fundamentele noden en problemen van de mensheid. Nou, één van deze fundamentele noden volgens Maslow is de sociale nood, de nood om te weten dat je geliefd bent en dat iemand daar is voor jou. En dat is God, beste kijkers en luisteraars. Hij is altijd daar met ons. Om echter te stellen dat God alleen in een sociale behoefte voorziet, zo echter tekort doen aan wat God doet en betekent voor de mens en wat Emmanuel inhoudt. God voorziet in de geestelijke behoeften ook van de mens. Hij was met ons bijvoorbeeld toen de eerste mens gezondigd had en daardoor gescheiden was van Gods heerlijkheid, kwam hij deze mens zoeken en beloofde een herstelde relatie met God. God was ook daar. Hij ging op zoek naar Kain toen die zijn broeder Abel gedood had en beloofde hem uiteindelijk toch te beschermen. Hij gebruikte Noach. Om de wereld te redden van de zonvloed. Hij kwam bij Abraham en zei hem dat hij een zoon zou krijgen en de vader van een groot volk zou worden. God was steeds daar met de mens. Hij kwam bij Lot en leidde hem uit Sodom en Gomorra. toen die stad verwoest zou worden. Hij kwam tot Jacob te betel, te betel en beloofde met hem te zijn. God is steeds met de mens. Hij kwam tot Mozes. En maakte hem tot de bevrijder van Israël toen ze verdrukt werden, onderdrukt werden in slavernij. Nee, stuurde hij de bevrijder om hen te laten weten dat hij ze niet vergeten was. Hij is de God die tot zijn volk kwam en zei, gij zult mij heilig dan maken, zodat ik in uw midden kan wonen. God wil altijd met ons zijn. Hij kwam tot Josua en hij zei, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik ook met jou zijn. Hij heeft via David steeds weer ons herinneren dat hij onze God is. En David die zei, de Heer is mijn herder. Zelfs al hij door een dal, hij is met mij. Hij was met zijn volk door de eeuwen heen. En dan heeft hij steeds weer liefdevol proberen terug te brengen tot een relatie met hem. Ook toen ze probeerden van hem weg te gaan. Hij zei via de profeet Jesaja, in hoofdstuk 41 vers 10, tot zijn volk. Vrees niet, want ik ben met u. En verder ook in Jezea 43, vers 2: Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. En gaat gij door het vuur, het zal u niet verteren. Het is duidelijk dat God een God is die altijd daar met ons is. Kijkers en luisteraars, de Bijbel geeft echter aan dat deze God een stap verder ging. Hij wou niet slechts daar zijn voor ons, of daar zijn met ons. Maar Hebron 1, vers 1 zegt ons dat God nadat hij eertijds vele malen en op vele wijze gesproken heeft tot ons door de profeten dat hij nu in de laatste der dagen tot ons gesproken heeft in de zoon. Zo Jezus koos niet om slechts daar te zijn met ons, maar om één te worden met ons. Het goede nieuws is dat de transcendente God, de God die hoog en verheven is, de God die gehuld is in majesteit en luister, de God die troont in de hoge hemelen, dat deze transcendente God immanent is geworden. Hij is nedergedaald. Hij is dicht bij ons gekomen. Hij is één met ons geworden. Dit is het mysterie van de incarnatie: dat God mens werd, één met ons. Hij is Emmanuel, God met ons. En dit is waar de profeet Jesaja op doelde: toen hij zei: Onze zonde heeft hij op zich genomen, onze ongerechtigheden heeft hij gedragen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij verdroeg onze smaak en pijn. Wellicht stelt u misschien de vraag als God met ons is, waarom is er dan zoveel lijden, pijn en zelfs dood? Hoe verklaar je de zinloze oorlog van Rusland tegen Oekraïne? Of de talloze, talloze rampen die de mensheid treffen? Maar ook de vele doden ten gevolge van criminaliteit, welke zo sterk aan het toenemen is in deze wereld en in Suriname. Ik wil u echter vragen, God, de validiteit van Gods eenwording met de mens. Mensen werken in de wereld niet te beargumenteren op basis van het lijden dat er is, maar eerder te kijken naar dat wat er had kunnen zijn als God er niet zou zijn. Bijvoorbeeld het lijden, de coronacrisis, al de rampen die de wereld treffen, zijn een bewijs van het bestaan van de zonde en de duivelse machten in deze wereld. Het feit echter dat niet de hele wereldbevolking is bezweken aan het coronavirus, dat er meer mensen genezen zijn dan er overleden zijn, spreekt voor de zekerheid. Dat God nog met ons is. Het feit dat we, ondanks de economische crisis, nog te eten hebben en iedere dag kunnen doorkomen, is een teken dat wat de Psalm schrijft in Psalm 23. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, dat dat klopt. Dat is de boodschap van deze tijd. Jezus kwam op de donkerste tijd in de wereldsgeschiedenis. Zoals het lied zegt. Midden in de donkere nacht ging de hemel open, die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. De Bijbel belooft ons dat de hemel spoedig weer zal opengaan en dat Christus zal terugkeren. Dat is de tweede advent. En dit keer komt hij niet als een kindje teder en klein, maar als koning der koningen en Heer der heren. Hij wil dat wij bij Hem zijn. Dat heeft Hij beloofd toen Hij zijn discipelen zei in Johannes 14, vers 1 tot 3. Hij komt om zijn volk te bevrijden van deze donkere wereld. Van moeite, zorgen, ziekte, pijn, lijden en sterven. Dat beschrijft de apostel Johannes in Openbaring 21. Als Hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat God zelf. Met ons zal zijn. Nou, in deze nieuwe hemel en in deze nieuwe aarde zegt de Bijbel ons dat sommige dingen zouden ophouden. Het zegt: de dood zal er niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want deze eerste dingen zijn voorbij gegaan. Beste kijkers en luisteraars, ik wil u uitnodigen om te blijven geloven in Immanuel. Hij is de enige waarachtige God. De enige die één met ons werd. En de enige die ons kwam redden en terugkomt om ons te halen. Hij wil voor altijd met ons zijn. De vraag is, wilt u ook met hem zijn? Mijn wens is dat, dat uw wens en voornemen mag zijn. Ik wil met u bidden en God vragen dat hij ons allemaal mag helpen... zodat wij uiteindelijk met hem kunnen zijn in zijn koninkrijk. Laat ons bidden. Dierbare God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die met ons zit. En terecht als Surinamers hoeven wij niet hopeloos te zijn en troosteloos te zijn en te neergeslagen te zijn, Heer, ongeacht de omstandigheden in het land, want zoals volkslied zegt, zegt uw woord ook: God zij met ons, God is met ons, God zij met ons Suriname. En zo Heer, dank u wel dat u zo een God bent die ons niet vergeet, ongeacht de situatie. En in deze periode. Van het jaar, als wij stilstaan bij het feit dat U bent gekomen, help ons, Heer, om te blijven vertrouwen erop dat U die toen bent gekomen om één te zijn met ons, nog steeds met ons bent en uiteindelijk, Heer, ons zal redden uit deze wereld, zodat wij met U kunnen zijn waar U bent. Help ons om getrouwd te blijven en op U te blijven vertrouwen. En dat Mochten wij ons geloof nog niet in U hebben gevestigd, mochten wij ons leven nog niet aan U hebben gegeven, dat wij dat mogen doen, dat iemand dat mag doen vandaag die mij hoort. Ik dank U voor dit woord in Jezus' naam. Amen.